Misschien mag ik nog even je aandacht, want Heer had jouw held nodig voor het vinden van bijzondere momenten. Je weet het wel, dat filmpje onder de eind van de uitsturing, maar het leuke deuntje. Van een week heb ik nog bij de Jumbo. Nou, en dan schoot je me in, dan schoot je me in. Ha, de man van de televisie. Ja. Nou, voor jou is die 100, hoe is dat voor jou? Ja, ik weet het net. Ik laat het maar op mijn handen komen. Je bent nog tieren fit, hè? Ja, ja, ja. Hoe krijg je dat safar ook al, hè? Ja, dat werd ik zo bruis, zeg ik dan. Want dat mag ik, het is wel een sa. Nou, dat ik een keer uit eten was binnen is. En dan heb ik jongens nergens meer zin over. Maar dan nog even een beetje soep en bruis. Dat bekomt het zo lekker. Wie is maar 100 jaar van het lokwinske maar die bijzondere jedi, Henk en Klaske de Vries Bergsma, vroeger boer van me. Er zijn nog heel wat mensen die je ook kennen. Ja, ja, heel soort, heel soort. Ik ben op Reehoes geboren, op dezelfde plaats dat nou mijn opa's zeiden werd het. Ik ben net sterk in vreemde taal. En het rapport dat kon net bezien leiden. Dat we zeggen de bui heen. Dat ik ben van de mule al gegaan. En toen naar de Rijkslandbouw winterskwallen in Leeuwarden. The little man. Zo is dat dus je mij. The little man? Ja. De lietse man? Ja. En toen... direct op een plaats. Toen ben we net trouwde. Dat is gezin. Hoeveel benen heb je hem gekregen? Drie. Ja. Maar twee famkes en één jongen. Maar één famke is overleden. En dat is nog 30 jaar geleden. Ja. Om borstkanker. Dus even zien, Joel is ben. En ik zei, achter kleinkinderen, nou, ben er nou Sandje ook. En hoeveel aten zitten daarbij? Kraaien. Ja, ja. Je bent hier nou in hij staat met die wommels, maar je bent nog heel zelfstandig, hè? Ja, ja, dat is weer. Ja, ik douche mezelf nog, ik was mezelf, keer mezelf. Je doet de was zelf? Nou, de wasmachine. Ik hoef er maar in te trillen. Ben je er nou zelf grutskop dat je het haast helle, hè, de 100? Nou, gruts kan je er net op wijzen. Wel dankbaar. Ja, ja. En dat ik nou ben, zat ik ben. He, want als het hier om me heen is, Joost. Nou, dan is het wijzen er als het ware uit. Maar dat is nou wel redelijk. Ja, dat dacht ik ook. Ja. En had je de 100 jaar veromsjeg, wat was dan de mooiste periode? 24 jaar getrouwd was. We zijn in 12 jaar getrouwd. Dat, toen kon er geen brood maken worden. Dat was net vertrouwd. Dus dat had nooit een groot feest geweest. Mijn trouwen net. Maar dat hebben we dan oordiend. Toen 24 trouwens. En dat werd een groot feest, ja? Ja, ja, ja. Je hoor ik nou wel van de Berenburg, toch? Heb ik begrepen. Nou ja, nou ja. Hè? Een slaapmutsje. Ja.